fabeltjes land. En lees je ons dan voor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, Marine Uil? Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Onze tramlijn, lieve kinderen, dat kan ik gerust zeggen, floreert. Jawel, er wordt graag en gretig gebruik van gemaakt. Zelfs nu het nieuwtje eraf is. Bij elke halte zie je altijd wel één of meer dieren staan. De haltes, er zijn er 3 tussen het Praathuis en het Smikkelpaleis, hebben nu ook namen gekregen, zo lees ik hier in de Fabeltjeskrant. De eerste halte naar het beginpunt, het Praathuis, heet Halte Dikke Boom. De tweede halte, halverwege, heet Halte Postkantoor. En de derde halte, Halte Braamstruik. En daarna krijg je dus het eindpunt, het Smikkelpaleis. Zo, nu weten jullie tenminste een beetje hoe de zaak in elkander steekt. Laten wij ons kijktoestel maar eens richten op Halte Postkantoor. Ja, Sigiti, ik kan wel gissen om niet te zeggen raden waar jullie naartoe gaan. Naar het Praathuis, joepie, met de tram. Jongen, je hebt er vandaag een slim dagje tussendoor lopen. Hein, staan we nou al 10 minuten te wachten, hè? Maar die tram komt maar niet. Geduld is een schone zaak, Hatsikiti. En schenkt het dierendom veel vermaak. Ten voet waren we intussen al lang in het Praathuis geweest. Nou, dan pakken we toch zeker dat bijnawagen. Dan gaan we toch zeker lopen. Kom op. Ja, we gaan lopen. Maar zoals dat vaak gaat, 1,5 minuut later kwam de tram. Hé, Hatsikiti, stoppen. Wij willen ook mee. Ja, jullie kunnen niet mee, want het is hier geen halte. Ik mag alleen maar stoppen bij een halte. Ja, maar we stonden bij een halte. Wat zullen we nou hebben? Ja, stonden. Maar nu lopen jullie ergens halverwege tussen 2 haltes in, dus stop ik niet. Had ik idee, wat doe je dan nou? Stoppen om niet te zeggen halt houden. Ja, maar alleen om jullie te zeggen dat je niet mee mag, omdat dit geen halte is, hè. Och, laat ze toch mee. Ja, dat vind ik ook. Nou, je toch stilstaat. Nee, ik ben de baas van de tram en regels zijn regels. Hou je vast, dan gaan we weer. Hush je me nou. De gek zeg. Even later was ons gezelschap te voet bij het Praathuis aangekomen. Daar zat Hector 1 glaasje prik te drinken voor hij de terugrit ging maken. Zo, en nou moet je me toch eens vertellen, kleine snotneus. Heb jij dat uitgevonden dat je alleen bij de halte mag stoppen? Als dat zo is, dan ben jij voor mij een waardeloze gestalte, weet je dat? Een engeltje. Dan kan je van mij een slag, zo niet een klap op je woefskop krijgen. En alsjeblieft, geen ruzie in het Praathuis, hè. Wil er nog iemand prik of buikennoot? Zeg het maar, hoor. Wij moeten dit even uitpraten, Bor. Die regels heb ik niet bedacht. Die zijn van juffrouw Ojevaar. En die heeft... Zo. Er wordt hier weer fiks over mij geroddeld, hoor ik. Achterklap en kwaadsprekerij. En dat uit de mond van zo'n snotneus als Hector. En bovendien sta ik al 10 minuten op de tram te wachten. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten zelf die tram maar besturen. Ik wil niet 2 keer voor snotneus uitgescholden worden. De groeten! Toch, ruzie? Hector verliet nijdig het Praathuis en sloot zich gramstorig op in zijn huis. Ik geef je groot gelijk, Hector. Wacht maar. Straks komen ze op hun blote knieën vragen of je terugkomt. Sorry dat ik zomaar kon binnenvallen. Hè? Ik heb met de dieren gepraat. Ze willen allemaal dat je de tram weer bestuurt, Hector. Zie je wel, Hector? En voortaan mag je ook tussen de haltes instoppen. En zo is alles toch weer goed gekomen. Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom... Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.